Raymond, bedankt voor je tijd. Top dat we hier kunnen spreken. En een belangrijke vraag om nu natuurlijk te stellen: hoe gaat het met je? Ja, het gaat eigenlijk gezien de omstandigheden gaat het goed. Het geluk gehad dat er niemand in de omgeving ziek is geworden. En ik denk dat voor zoveel mensen, als je de crisis financieel kan overleven en als er geen mensen ziek zijn in je omgeving, dat het voor heel veel mensen niet zo slecht is om eventjes pas op de plaats te maken. En het voordeel hiervan was dan voor mij dat ik was sowieso niet zo actief. Ik had sowieso een pauze ingelast. En nu zijn er dan ook geen. Je wordt ook niet getriggerd om weer iets te gaan doen. Want er was gewoon simpelweg helemaal niks. Dus het is voor mij persoonlijk wel echt een periode geweest waarin ik echt tot rust heb kunnen komen. Ja, even rustig aan. Heb je ook niet tennis op de tv gemist of om dat te volgen? Ja. Dat wel, weet je wel. Dat kijk ik natuurlijk anders wel. En anders zit ik half of hele dagen te kijken. Dus dat heb ik wel gemist. Maar ja, als dat dan voor mij persoonlijk het ergste is, dan valt het behoorlijk mee. Het is inderdaad te overzien. Hey, laten we even vooral ook gaan terugblikken naar jouw tijd in 's-Hertogenbosch. Want hoe waren jouw ervaringen als speler? Nou ja, ik vond het een fantastisch toernooi. Het is fantastisch omdat het in Nederland was sowieso. En in Nederland is nog steeds. En op gras. Nou ja, ik speelde graag op gras. Gezellig, leuk, veel bekende. Dus voor mij kwamen eigenlijk al die factoren kwamen bijeen. En ja, voor iemand met mijn ranking uiteindelijk, ja, heb ik er best aardig wat potjes gewonnen. Dus ja, ik vond het altijd een buitengewoon prettig toernooi om te spelen. En als ik echt ga zitten graven, dan ja, ze hebben daar ook echt wel speciale wedstrijden voor mij plaatsgevonden. Ik heb een keertje op baan 3 helemaal achterin tegen Federer, tegen een jonge Roger Federer gespeeld. Verloor ik in 3 setjes. Ik heb op het centercourt tegen Richard Krajicek gespeeld. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel echt speciaal voor een snotneus om tegen de beste mannelijke tennisser alle tijden te spelen. Sorry, Tom Okker is dat eigenlijk. Maar voor mij dichterbij was dat dan natuurlijk Richard. Dus ja, nog een keer finale gespeeld toen ik een comeback maakte. Dus het ja, toernooi is gewoon, heeft voor mij hele warme herinneringen. En ja, zelfs als we al teruggaan naar vorig jaar. Als coach van Kiki Bertens, die ik dacht 6 matchpoints had om de titel te winnen. Dat is dat. Maar dan nog stond hij toch in de finale. En ja, gewoon nogmaals, echt zoveel ja, leuke, fijne herinneringen. Ja, over dat laatste gaan we het zo nog hebben. Als speler voelde je dan ook extra druk bij het toernooi in 's-Hertogenbosch, omdat het natuurlijk wel voor thuispubliek is, of was het juist relaxter? Ja, het is niet relaxter, omdat er sowieso een beetje meer komt kijken. Het is leuk als je vrienden er zijn, maar als je je voorbereidt op een wedstrijd 's ochtends, dan blijf je misschien toch even een kwartiertje te lang hangen en je praat even te lang met iemand. En dat zijn wel dingen die ik in ieder geval echt moest leren. Alleen ik haalde er wel altijd energie uit het feit dat over het algemeen de mensen het wel leuk zouden vinden in Nederland als ik zou winnen. Het bracht voor mij geen extra druk in de zin van dat ik er last van had. Ik haalde er eerder energie uit. Oké, je noemde net ook de finale. In 2009 kwam je als 866ste, nou, Ja. als laagst geplaceerde ATP-finalist in de geschiedenis, stond je in de finale. Met welk gevoel startte je aan die wedstrijd? Ja, dat is nog steeds wel een heel bizar verhaal eigenlijk. En ja, jij zegt nu of vraagt nu met wat voor gevoel. Het is voor mij eigenlijk allemaal nog een beetje één grijze wolk. Om het kort te vertellen, ik was gestopt met tennis. Omdat ik er genoeg van had en omdat het dochtertje van mijn broer ongeneeslijk ziek was. Nou ja, ik was bijna 29 en dacht dat mijn carrière er wel op zat. Ja, het dochtertje van mijn broer is toen eigenlijk 3 maanden nadat ik gestopt was, is zij overleden. Nou ja, dan komt er eigenlijk een soort periode voor mij in ieder geval van soul searching van goh, en nu.
En ik wilde toen weer gaan tennissen. Alleen ik had een jaar niet gespeeld. Nou ja, dan staat je ranking staat gewoon weer op nul. En dat vond ik helemaal niet erg. Ik ben met wat futures begonnen. Nou ja, dat ging uiterst moeizaam. Toen stond ik inderdaad 866. Kreeg ik een wildcard in Rosmalen. En dat vond ik nog best wel lastig, omdat ja, ik vind dat wildcards in principe voor echt of hele grote namen zijn of voor jonge talenten. Nou ja, ik vind dat ik tot beide categorieën in ieder geval behoorde ik niet meer. Het is heel bescheiden. Alleen het was ook niet zo dat de spoeling met talenten in Nederland heel groot was. Weet je, ik had niet het gevoel dat ik iemand in de weg zat daar. Nou ja, en ik heb uiteindelijk wel bewezen dat ik er nog wel wat te zoeken had. Ik had een goede loting, speelde geloof ik eerste ronde tegen Gimeno Traverne. Ja, die is in zijn hele leven, heeft hij denk ik 4 keer op een grasbaan gestaan. Tweede ronde speelde ik tegen Marcos Baghdatis. Nou ja, wel heel lastig. Maar ja, die ging door zijn knie heen op 4-3 voor hem, dacht ik, in de eerste set. Kwartfinale was, dacht ik, tegen Dudi Sela, was 6-3 of 6-4 derde. Ja, een halve finale tegen Navarro Pastor. Nou ja, dat is niet echt een naam die heel veel belletjes doet rinkelen, denk ik, in de huiskamers. Dan moet je echt een hele grote tennisliefhebber zijn. Dus ik had geluk met de loting. Nou ja, om terug te komen op het begin van je vraag, hoe voelde je voor die finale? Het was fysiek, was het allemaal wel een beetje wat minder. En daar kwam ik een speler tegen die weliswaar geen wereldtopper was, Benjamin Becker, maar wel net daar eigenlijk onder zat. Wel iemand die van wereldtoppers gewonnen had. En die was gewoon te solide, te goed op die dag. Ik was een tikkie vermoeid en verloor volgens mij 7-5, 6-3 of 7-5, 6-4. Maar het was niet een wedstrijd waarbij ik heel veel kansen had. Dus uiteindelijk een... wel een sprookjesverhaal, maar geen fairy tale ending, zoals we het dan zeggen. Voelde je, ik bedoel, je speelt natuurlijk om te winnen, maar gezien dan de verwachtingen die je op voorhand had, was je nog steeds wel voldaan naar de hand? Ja, absoluut. En misschien wel te. Ik heb later nog een keertje mijn reactie na die halve finale gezien. En dat was eigenlijk alsof ik het toernooi gewonnen had. Dus ik weet je wel, dat... Ik denk dat er inderdaad dat het gevoel wel, weet je, ook de emotionele lading in Nederland met mijn familie en na wat er gebeurd was en het overlijden van mijn nichtje, was het denk ik. Weet je, je hoort wel eens dat een toernooi soms 1 wedstrijd te lang duurt. Nou ja, dat was het. En nogmaals, wat ik net ook al zei, Benjamin Becker was gewoon te goed. Ik denk als ik daar... zelfs in mijn allerbeste tijd, want ik vind niet dat ik daar zo beter speelde dan het jaar dat ik halve finale tegen Schenk Schalke bijvoorbeeld speelde in Rosmalen. Maar als ik daar zelfs in mijn beste tijd 10 keer op gras tegen gespeeld had, had ik denk ik nog 6 of 7 keer verloren. Ja, je benoemde net een aantal partijen, ook natuurlijk de finale. Wat was jouw meest lastige wedstrijd in 's-Hertogenbosch? Poeh. Jeetje, net viel de naam Schenk Schalk al even, die dacht ik 2 keer het toernooi gewonnen heeft in Rosmalen. En 1 jaar speelde ik halve finale tegen hem en ik vond Schenk op zich altijd wel, ik vond niet heel onprettig om tegen te spelen, maar ja, hij tikte me daar zo echt helemaal zoek. Het was halve finale, maar ik verloor ze 2-3 of ze 3-2. En ik was echt... Ik heb me niet... Weet je, ik heb in Rosmalen best wel veel wedstrijden close verloren. Ja, van een jonge Federer verloor ik geloof ik 6-3 of 6-4 derde. Van Richard Krajicek verloor ik 6-3 of 6-4 derde. Nog een keer tegen Tommy Haas. 7-6 derde set verloren. Maar van Schenk kreeg ik echt een genadeloos pak slaag. Kreeg ik echt 5 games en daar mocht ik blij mee zijn. Dus gewoon puur qua tennis was dat de lastigste. Maar toch niet heel onprettig om tegen te spelen? Nee, omdat ik hem natuurlijk goed kende. En we trainen veel. En ja, wat tegenstanders van Schenk over het algemeen vervelend vonden, was nou ja, dat hij een vlakke, directe bal speelde. Maar ik vond het niet zo erg. Daarvan kon ik wel, ja, kon ik redelijk van richting wisselen. En ja, Schenk is gewoon een veel betere tennisser. Was een veel betere tennisser dan ik ooit geweest was. Alleen qua matchup, qua stijl, was het in principe niet zo erg voor mij. Alleen hij speelde daar zo goed. En in plaats van dat zijn ballen een meter voor de baseline kwamen, kwam alles 40 of 30 centimeter voor de baseline. Ja, dat was echt kansloze onderneming.
Als jij je tegenstander dan goed kent, die tegenover je staat, geeft dat dan ook een extra lading? Nee, eigenlijk niet. Ik vond nooit heel fijn om tegen Nederlanders te spelen. Dat niet, maar dat is dan gewoon puur omdat je ze echt kent. Omdat je bij veel toernooien 's avonds zit te eten en dan is het gewoon raar als je tegen elkaar moet spelen. Maar niet als ik het spel of zo goed ken. In principe, hoe beter je het spel kent, hoe meer je eruit kan halen. Geldt dan natuurlijk alleen ook vaak voor je tegenstander ten opzichte van jou. Welk moment achter de schermen in 'Sertogenbosch is jou het meeste bijgebleven? Poeh, dat is lastig. Ik vond het daar altijd heel prettig. Je hebt daar in het gebouw waarin de spelerslounge zit, heb je zo'n stukje waar je buiten kan zitten. En dan kijk je eigenlijk op wat in ieder geval de laatste jaren baan 1 is. Daar kan je dan ook gewoon echt letterlijk opkijken. Dat is heel prettig, want je hebt dan ook gewoon een stukje buitenlucht. Kan je even frisse neus kan je halen en je kan een beetje tennis kijken en toch ben je nog afgesloten. Dus dat was altijd een heel prettig plekje om te zitten. En er stond altijd een biljarttafel. En daar waren wij ook veelvuldig te vinden. En waar je in heel veel players lounges eigenlijk pooltafels hebt, wat ik ook leuk vind om te doen, stond hier echt nog zo'n ouderwets biljart. En daar hebben we een hoop potjes gespeeld. Ik sluit niet uit dat we ook wel eens een minuutje of 5 te laat op een trainingkie waren, omdat er nog niemand bij 15 karambols was, dat soort dingen. Dus ik zeg, het was en is gewoon een heel, heel prettig toernooi. Ja, je zegt dan dat je op zo'n plek even af kan sluiten. Is dat belangrijk? Want ik heb over dan het toernooi in 'Sertogenbosch al vaker gehoord dat je redelijk gemakkelijk door de mensenmassa's heen kan lopen, dat het dan een ontspannen sfeer is. Maar jij hebt dan toch ook nog wel echt even een plekje voor jezelf nodig. Het is bij mij gewoon wel zo dat ik aan de ene kant energie uithaal, dat ik het ook wel relaxed vind om even bij een stand te gaan kijken waar ik de houder toevallig van ken. En om wat vrienden die gewoon een dagje tennis gaan kijken, om die even te spreken. Alleen ja, je moet wel gewoon oppassen met je energie. Weet je, voor hetzelfde geld komen er ineens een paar schoolklas aan. En een half uurtje handtekeningen zetten is helemaal niet zo erg. Maar als dat half uurtje precies een uur is voordat je je klaar moet maken voor een wedstrijd, dan is het op dat moment gewoon professioneel gezien niet het juiste om te doen. En waar ik daar aan het begin van mijn carrière dan scheid aan had en zoiets van, ja, maakt het niet uit, joh, kom allemaal wel goed. Ja, merkte ik later wel dat dat toch energie kost en dat je daar later wel de prijs voor kan betalen. En dat je dan gewoon even iets professioneler moest zijn. Dus dat is voor mij altijd een beetje de balans vinden. Terwijl juist de gezelligheid een beetje opzoeken die ik heel prettig vind. Maar me toch ook wel weer inderdaad sommige momenten afsluiten om mijn energiepeil op orde te houden. Dan sta jij liever een half uurtje te biljarten? Ja, dan is het inderdaad even een half uurtje biljarten. En we hebben het dan nu over jouw ervaring als speler. Hoe is het dan om als coach weer terug te komen? Ja, fijn. Je bent er natuurlijk in eerste instantie voor je speler. Alleen je hoeft je wel minder zorgen te maken om je eigen energielevel. Omdat je natuurlijk niet, weet je, je moet 100% geconcentreerd zijn, maar ja, als je dan een uur van tevoren nog iemand tegenkomt en ik weet dat Kiki haar enkels aan het intapen was, of haar enkels in die tapen, ja, dan weet ik, oké, dit duurt gewoon 20 of 25 minuten. Ja, wat ik in die 20 minuten daar zo doe, maakt niet zo uit. Ik heb al mijn voorbereidingen op de tegenstander heb ik al gedaan, dus daar kan ik niks meer aan doen. In dat geval kon ik dan prima even met iemand even bijkletsen of zo. Dus qua energieniveau is dat is het op dat moment eigenlijk relaxter dan dat je zelf moet spelen. Als het dan eenmaal gespeeld wordt, is het soms nog wel, in het geval van Kiki wil ik niet zeggen dat het spannender is aan de zijkant. Want zij voelt dat natuurlijk ook heel erg, die spanning. Maar zeker ook aan de zijkant is het soms ook pittig. Ja, dat kan ik begrijpen. Je benoemde net de finale van vorig jaar. Om heel even kort daarop in te zoomen, hoe ervaarde jij die? Nou ja, ik was heel trots op Kiki die hele week eigenlijk, hoe ze zich manifesteerde. Ze speelde geen geweldig tennis, maar wel goed. Gras is toch, ondanks dat ze 2 jaar geleden kwartfinale Wimbledon speelde, is het gewoon niet haar fijnste ondergrond. Sterker nog, het is de meest vervelende ondergrond.
nou ja, de druk in Nederland van toch een top 10 speelster. Iedereen die toch even wil kijken hoe het bij Kiki gaat. Meer handtekeningen, meer fotootjes. Ja, dat zijn dingen waar zij niet zo heel veel mee heeft. Ja, als ik dan zag hoe ze dat gedurende die week deed en hoe ze er echt wel de tijd voor nam. Eigenlijk waar ik het bij mezelf een beetje over had om die balans te vinden. Die balans had ze echt perfect. En ze speelde in de finale eigenlijk tot aan de matchpoints die ze had. Speelde ze veruit haar beste wedstrijd. Nou ja, Alison Risk, waar ze uiteindelijk van verloor, die weet gewoon echt wat ze doet op gras. Dat is echt een hele lastige speelster sowieso, maar helemaal op gras. Dus die wedstrijd draaide daar. Ja, dat was wel, vooral gezien was ik vooral trots op hoe Kiki er die week bij stond en hoe ze met de toch wel lastige situaties omging. Ja. Wat is jouw mooiste herinnering aan spelen in 's-Hertogenbosch? Ja, ik vind het heel lastig om echt één herinnering eruit te halen. Het verhaal van 866 staan en dan finale halen, dat doet het wel goed op feesten en partijen als mensen in tennis geïnteresseerd zijn. Aan de andere kant, je moet natuurlijk ook wel heel ver zakken om zo'n record van grootste stijger te kunnen halen. Alleen omdat ik gewoon niet lekker in mijn vel zat en gewoon nog zo bezig was met het verwerken van het overlijden, zit dat niet heel vers in mijn geheugen. Als ik dan kijk naar die wedstrijd die ik in kwartfinale, ik weet niet meer welk jaar het was, tegen Roger Federer speelde. Ik weet nog dat het dus op baan 3 was. En ja, dat baantje was echt helemaal, het zat helemaal vol met mensen. En het was geloof ik 7-6 voor mij en toen was het 4-3 voor hem of zo. Maar het was echt een, het was gewoon een goede wedstrijd. Dan kijk ik daar eigenlijk bijna nog met meer plezier naar terug dan die finale plaats. Dus wel echt een herinnering op de tennisbaan. Dat staat bij jou bovenaan dan? Ja, toch wel. Weet je, ik heb daar hartstikke relaxte tijden en leuke tijden gehad met die gasten. En we hebben, weet je, wat ik al zei, lekker biljarten en daar buiten zitten. En ook wel eens 3 dagen moeten wachten op de regen. En weet ik niet hoeveel potjes gekaart. En dan word je natuurlijk ook een beetje jolig en melig. Maar nee, ja, de verste en mooiste herinneringen zijn toch gewoon op de tennisbaan. Nou, we hebben dan nu vooral teruggeblikt, om ook even vooruit te blikken. Wat zijn jouw toekomstplannen binnen de tennissport? Ik heb nu een tijdje ook dus gedwongen rust gehad. En ik voel wel weer de energie om dingen te gaan doen in het tennis. En of dat met een profspeler of speelster wordt, of dat het in het jeugdtennis wordt, dat weet ik nog niet. Ik sta eigenlijk voor alles open. Maar ik wil wel weer heel graag wat structureler aan de slag op de tennisbaan. Ik merk gewoon dat ik dat waanzinnig leuk vind en dat ik dat wel mis. Nou, mooi om te horen. We gaan het in ieder geval zien. Alvast heel veel succes en bedankt voor je tijd natuurlijk. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het leuke gesprek. Ja, graag gedaan. Hopelijk zien we elkaar snel weer. Dankjewel. Absoluut. All the best.